Okay. I love you. Ik ga nu in Lachbaar van de Werf toespreken. Juist. Boeren, burgers en buitenlui. Hier buiten in de kou. Burgers in de kou, er komen nog een paar. Burgers die al decennia lang in de kou staan, na decennia lang genegeerd te zijn door de politiek. Boeren, burgemeester Ed Lachbare van der Werf. In 1574, mensen. In uw tijd was dat anders. U luisterde naar het volk en het volk luisterde naar u. Boeren, burgers en burgemeester Lenverink. Burgemeester Lenverink, we hebben buiten de waard gerekend. U bent er niet, u was uitgenodigd. U bent niet gekomen. Dat is nou typisch waar wij het over hebben. Niet luisteren naar de burgerij. Boeren, burgers en buitenlanders. Boeren, buiters en binnenlanders. Boeren, burgers en buitennissigen. Boeren, burgers en buitenlandse werknemers. Boeren, burgers en buitennissigen en bezuinigden. Boeren, buiters en bijstandstrekkers. Boeren, burgers en Nederlanders. Buitenlandse gediscrimineerden en buitenlandse jeugdwerklozen, boeren, burgers en luisteraars. Luistert u goed naar de radio-uitzendingen de komende week van Sleutelstad FM en van Unity FM. Dinsdagavond bijvoorbeeld om 9 uur. Boeren, burgers en burgemeesters. Burgemeester, wij willen u, omdat de andere burgemeester niet gekomen is, de sleutels van de stad terug aanbieden, want u bent het waard. We gaan u de sleutels geven. Alsjeblieft. En ik zal u wat vertellen. Wij hebben de sleutels van de stad gezocht, want wij wilden de sleutels teruggeven omdat ze niet meer gebruikt worden voor de politiek aan de burgers. De politiek houdt de sleutels op zak. De burgers worden niet geraadpleegd en daarom stellen wij dus een raadgevend permanent referendum voor Leiden. Burgemeester van der Werf, hier heeft u de sleutels terug en we hopen dat u ze goed zult gebruiken. Weet u hoe we die sleutels bemachtigd hebben? U zat in de mottenballen, ik zat in de mottenballen. Kijk eens wat een motten gaat er allemaal in mijn kleed zitten sinds 5 eeuwen. Maar ook in de mottenballen zaten de sleutels van Leiden. Waren nergens meer te vinden. Ik heb de hele stad afgezocht, dagenlang. Nergens hadden ze de gekruiste Leidse sleutel. En waar denkt u dat ik ze gevonden heb, meneer van der Werf? Een Lachbare. We hebben ze gevonden in de feestwinkel aan de Hooigracht. Daar hadden ze de enige Leidse sleutels. En dat betekent dus dat dit voor ons een feest gaat worden, meneer de burgemeester.